Hallo allemaal en welkom weer bij een nieuwe editie van Thuis in Beweging. Mijn naam is Joeri van Tenderlijster Company in Meersen. Ik hoop dat jullie er weer klaar voor zijn vandaag om lekker weer even 20 minuutjes te gaan bewegen met mij. Vandaag heb je gewoon alleen een stukje plaats nodig voor jezelf, wat ruimte. Dus zoek die even thuis op, voor de tv natuurlijk. Dus ga even staan. We gaan zo meteen gaat de muziek aan en gaan we rustig beginnen met de armen los te zwaaien, één voor één. Dus we beginnen eigenlijk met rechts. Dus ga klaarstaan en dan gaan we beginnen. Goed, pak de rechterarm, leg de linkerarm op de borst en draai de rechterarm naar voren. Goed, we gaan even goed warm worden. Goed, linkerarm. Goed, we gaan de rechterarm achterwaarts zwaaien. En linkerarm naar achter. Goed, we gaan zo meteen voor de hak aantikken. Dus doe maar met me mee. Houd de handen gewoon voor je. Tik gewoon rustig vooraan. Van de zijkant ziet dat zo uit. Dus tik gewoon rustig naar voren. Continu de hak aantikken. Yes, blijf rustig doorgaan. Tik die hak vooraan. Goed, blijf thuis rustig doorgaan. Leg ik alvast de volgende oefening uit. Zometeen krijgen we de hak naar de bil. Dus je stapt in een beetje, je buigt een beetje naar de zijkant. En je trekt eigenlijk de hak richting de bil. Ja? Oké, goed. 3, 2, 1. En we gaan de hak naar de bil. Dus doe maar mee. Houd de handen weer voor je. Trek de hakken goed naar achter. Dus breng weer spanning op het bovenbeen. Goed, ga door. Goed, hou nog even vol. Hou vol. Goed, warm worden. Nog 3. Nog 2. En de laatste. Goed, rust. Zometeen zetten we de knie naar de zijkant in. Dat wil dus zeggen, je draait ook mee door. Ja, 3, 2, 1. En start. Goed, dus draai goed mee in. Goed. Draai de knie goed in. Goed, probeer je grenzen op te zoeken thuis als het niet gaat. Doet het pijn, ga je natuurlijk niet door. Dan moet je helaas stoppen. Maar anders ga je gewoon lekker door met de knie schuin inzetten. Nog 3. Nog 2. En de laatste. Rust. Goed, we gaan iets voorover buigen. Dus je duwt je bil naar achter, rug recht. Handen naar voren. En je trekt ze naar boven. Dus je duwt je ellebogen richting het plafond. Je maakt een soort zaagbeweging. Dus trek de ellebogen maar naar het plafond. Knijp goed in de vuisten. Breng de schouderbladen samen. En weer omlaag. Goed. Hou vol. Nog 5. Nog 4. Nog 3. Nog 2. En de laatste. En rust. Goed, dat was lekker de warming-up. Ik hoop dat jullie goed warm zijn. Dus we gaan zo meteen beginnen met iets specifiekere oefeningen.
We beginnen zo meteen met de eerste oefening, deze voor de buik. Je gaat zo meteen staan. Breed staan, voeten iets naar buiten. Knieën licht gebogen. Je pakt de handen voor vast. Ja, dus je knijpt je samen. En je gaat naar de zijkant draaien. Als je voor bent, kom je rustig terug. En naar de zijkant. Goed, doe maar met me mee. Buik goed aanspannen. Navel intrekken. Strek die navel heel goed in, zodat de buik op spanning komt. En duw die bekken eigenlijk ook goed naar voren. Zodat je hem niet uit de onderrug gaat halen, puur vanuit de buik. En knijp ook weer goed in de armen. Zodat overal spanning op staat. Goed, ga door. Nog drie, nog twee en nog eentje. Goed, hou de armen zo vast. Je gaat ze namelijk tussen je benen bezetten en je gaat omhoog. Ja, span de billen goed aan, rustig omlaag en omhoog. Yes, doe maar met me mee. Goed, omhoog, je duwt de billen naar achter. Als je boven bent, knijp je je billen samen. Goed. Hou vol. Netjes, ga door thuis, kom op. Duw die billen goed naar achter. Als je boven bent, knijp je ze samen. Nog drie. Nog twee. En de laatste. Goed. We pakken de eerste oefening weer kort. Gaan we die herhalen. Dus handen weer voorwaarts. En we gaan naar de zijkant draaien. Spanning weer op de buik. Navel goed intrekken. Goed. Ga door. Nog drie. Nog twee. En de laatste. Goed, ga weer zijwaarts staan. Jullie mogen gewoon voor de tv recht blijven staan. Handen weer tussen de benen. En we gaan weer omhoog. Billen goed samenknijpen. Goed, hou vol. Nog drie. Knijp die billen goed samen. Nog twee. En de laatste. Goed, rust. Pak er even de rust. Schudden weer alles lekker los. Goed, dan gaan we zo meteen gebogen voorover staan. Dat wil ik op deze manier zeggen. Handen langs het lichaam. En je gaat omhoog met de armen. Alles vanuit de armen omhoog brengen. Ja, dan gaan we. 3, 2, 1. En start. Goed. En breng maar omhoog. Twee armen tegelijk. Kijk je maar hoe ver je kunt. Breng hem omhoog. Goed, ga door. Nog drie. Nog twee. En de laatste. En rust. Goed. Doe maar even rustig. Zometeen, ik ga even zijwaarts staan. Dat is makkelijker voor jullie zicht. De tweede oefening in deze is. Je blijft gewoon staan. En je gaat de been naar achter brengen. Ja. Probeer zo ver mogelijk omhoog te trappen. Ook weer voor de billen en voor de achterkant van de benen. 3, 2, 1. En start. Goed. Trap de voeten maar naar achter. Goed. Goed, nog vier. Nog drie. Nog twee. En de laatste. Goed, we gaan weer omlaag buigen, handen langs het lichaam en we gaan de armen weer omhoog brengen. 3,
2, 1 en start. Goed, omhoog. Kijk maar hoe ver je komt met je handen. Nog 2. En de laatste. Goed. Oké, we gaan weer hetzelfde als net. Trappen achterwaarts. Zo kunnen zijwaarts blijven staan. En dan gaan we. 3, 2, 1. En start. Goed. Trappen naar achter. Breng die hakken zo ver mogelijk omhoog. Duw die ook omhoog. Heel belangrijk voor de billen en voor de hamstring. Dus de achterkant van de benen. Goed. Goed, overal. Nog 4. Nog 3. Nog 2. En de laatste. Goed, ontspan weer. Draai even rustig. 2 keer naar rechts. En 2 keer naar links. Goed. Zo meteen gaan we sprinten op de plaats. Wil dus zeggen, we gaan iets tempo verhogen. Dus je gaat snel met de benen en de armen tegelijk op de plaats. Blijf je bezig. 3, 2, 1. En start. Goed, doe maar mee. Dus we gaan rustig op de plaats sprinten. Kijk zelf hoe snel je kunt. Heel belangrijk. Probeer het tempo hoog te houden. Gaat de sprinten niet, ga je gewoon rustig op de plaats, rustig door. Maar probeer die sprint vast te houden. Goed, we houden dit nog 30 seconden vol, hè. Anders pak je tussentijds gewoon je rust. En dan ga je daarna weer door. Goed, hou vol. 20 seconden. Vijftien seconden. Kom op thuis. Hou vol. Even de hartslag iets omhoog brengen. Ga door, ga door. Zijn er bijna. 3, 2, 1. En rust. Goed. Je blijft gewoon staan. We gaan een iets rustiger oefening. Je brengt de arm omhoog. Je maakt een bicep curl. Ja, en je draait ze uit. Duwt uit. Terug. Omlaag. Yes, dus omhoog. Naar buiten. Omlaag. Yes, omlaag. Oh, goed. Dan gaan we. 3, 2, 1. Goed. Handen omhoog. Ellebogen naar buiten. En strek uit. Ellebogen naar beneden. Omlaag. Goed. Handen omhoog. Ellebogen naar buiten, strek uit. Kom terug. Elleboog omlaag. Armen weer omlaag. Goed. En we gaan door. Hou vol. Goed. Ga door. Hou vol. Goed. Nog 3. Ga door. Nog 2. De laatste. Goed. En omlaag. We gaan weer sprinten. 3, 2, 1. En start. Goed. Blijf op de plaats. Rustig sprinten. Ga door. Hou vol. Doe nog 30 seconden. Ga door thuis. Na het sprinten gaan we dan zo meteen ook meteen weer door met de biceps. Dus dezelfde oefening als hiervoor. We hebben nog 15 seconden. Kom op thuis. Gaat het niet, pak je rust. Blijf bewegen. 3, 2, 1. En rust. Goed, dan gaan we meteen weer door met de biceps. Omhoog, zijkant, buiten, binnen, omlaag en strek uit. Goed, gaan we weer door. Goed, naar buiten, omhoog, goed. Ga door. Nog 3. Nog 2 te gaan.
Laatste. Goed, en rust. Oké, krijg je de volgende oefening weer voor de buik. In combinatie met een schouderoefening. Je gaat zo meteen eigenlijk de elleboog richting de knie brengen. Yes. Op deze manier, daarna wisselen we van kant. Dan gaan we 3, 2, 1 en start. Goed. Blijf rustig staan. Elleboog richting de knie. Hou vol. Nog 3. Nog 2. Nog 1. Goed. En wisselen van kant. Dan gaan we. 3, 2, 1. En start. Goed. Trek maar samen. Hou vol. Probeer dat evenwicht te houden. Merk je nou dat je evenwicht verliest? Pak je even snel de stoel erbij of iets anders. Waar je met je rechterhand aan vast kunt houden. Goed, hou vol. Nog 3. Nog 2. Nog 1. Goed, en rust. Handen gaan volgen ons. Dus ellebogen wijzen naar voren. We draaien naar buiten. En duw omhoog. Dan ga je omlaag. Draai je naar binnen. En ga je zo door. Yes. 3. 2. 1. En start. Goed, draai naar buiten. Omhoog. Omlaag. En naar binnen. Goed. Ga door. Hou vol. Draai goed naar binnen. Buiten. Omhoog. Goed. Ga door. Nog 3 hierna. Dus we gaan nu. 3. Nog 2. Laatste. Goed. We gaan weer hetzelfde. We gaan de elleboog weer richting de knie brengen. 3, 2, 1. En start. Goed. Trek maar goed in. Nog 2. Nog 1. Goed, en wissel van kant. 3, 2, 1, en start. Goed, strek maar goed samen. Nog 2. Nog 1. En rust, goed. Zo meteen weer armen bij elkaar. Naar buiten en omhoog. 3, 2, 1 en start. Goed. Omhoog, omlaag en samen. Goed. Ga door thuis. Hou vol. We zijn er bijna. Goed naar buiten, omhoog. Niet uitstrekken de ellebogen en weer terug naar binnen. Hou vol, ga door thuis. Nog 2, kom maar, we gaan door. En de laatste. Goed, ontspan. Draai de schouders even rustig los naar achter. En naar voor. Goed, schudde alles goed los. Dames en heren thuis, wil ik jullie van harte bedanken dat jullie weer mee hebben gedaan met deze les. Ik hoop dat jullie hem weer leuk vonden. Het was iets intensiever dan normaal wat ik zou doen. Maar we hebben de hartslag goed hoog gebracht. Ik hoop jullie natuurlijk ook de volgende keer weer te zien bij een van onze lessen. Bij Thuis in Beweging. Mijn naam is Joeri van Tenderluister Company in Meersen. En ik hoop jullie de volgende keer weer te zien. Groetjes!